Hallo dames en heren, ik ben hier weer vandaag met een nieuwe WrestleMania review. Dit keer is WrestleMania nummer 12 vanuit de Pond in Anaheim, California. 31 maart 1996 vond deze show plaats. Ja, goed, WrestleMania 12 is natuurlijk de Iron Man match die centraal staat, die het grootste deel van de show inneemt en waar deze show eigenlijk gewoon om draait. Maar wat veel mensen vergeten is dat het ook gewoon een leuke undercard had. Wat meerdere leuke matches. Niet per se goede, maar gewoon leuke matches. Die je gewoon leuk bezighouden tot je eindelijk die Iron Man match kreeg. Wat ik altijd heb bij deze WrestleMania, je ziet veel eerste en laatste qua mensen die er zijn. Dat zal ik straks ook even uitleggen op het moment dat dat van toepassing is. Maar al met al is het wel een van mijn favoriete WrestleManias. Het is gewoon een hele goede show, vind ik. En ik kan hier altijd gewoon met plezier naar kijken. Ja, en het is gewoon een periode van verandering ook. Ik bedoel, je hebt Steve Austin die hier voor het eerst is. Triple H die hier voor het eerst is. En gewoon figuren die 2 jaar later in de Attitude Era grote namen waren. Die komen hier een beetje opdagen. Dus er zit een beetje zo'n periode van verandering. Die begint hier een beetje te komen. Maar dat duurt wel een paar jaar voordat ze er echt zijn natuurlijk. Ja, zoals ik zei, een van mijn favoriete WrestleManias. Laten we beginnen met de eerste match. Vader, Owen Hart, British Bulldog. Tegen Jake Roberts, Ahmed Johnson en Yokozuna. Deze match draaide een beetje om de breuk tussen aan de ene kant Camp Cornette. Dus het waren Cornette, Owen Hart, British Bulldog. En Yokozuna die los van die groep kwam. En Yokozuna had voor deze match dan 2 vriendjes meegenomen. En als Yokozuna won, dan mocht hij 5 minuutjes Cornette in elkaar rammen. Dit is bijvoorbeeld ook Jake Roberts' laatste WrestleMania match. Die had even een kleine run in 96. Het is Yokozuna's laatste WrestleMania match. Dit is Ahmed Johnson's eerste WrestleMania match. Vader's eerste WrestleMania match. Het zijn toch wel figuren die richting de Attitude Era toch wel heel belangrijk waren. Maar goed, ja, deze match is een leuke six-man opening match. Ik zou het echt zo'n gezellige match noemen. Ja, WWE of WWF is er altijd wel gewoon goed in geweest. Gewoon meerdere comebacks erin. En dan een leuke eindsequence waarin iedereen gewoon een beetje zijn grotere moves raakt. Ik vond het ook leuk, zeg maar, dat Cornette dan net genoeg afleiding was voor Jake Roberts om Vader hem te laten verslaan. Dan heb je toch Yokozuna die niet is gepind. Dus heeft dan nog een reden om achter Cornette aan te gaan in de toekomst. Dus ja, het was een leuke match. Ik zou hem niet per se goed noemen, maar met een paar extra minuutjes weet ik zeker dat het wel gelukt zou zijn. Dat het een goede match zou zijn. Maar gewoon een leuk opener. Iets wat deze show de aandacht had, tot de Iron Man match althans, was Hollywood Backlot Brawl tussen Roddy Piper en Goldust. Dit vind ik altijd zo leuk om te zien. Ze begonnen na de opener begonnen ze in een Hollywood Backlot. En daar begonnen ze gewoon te brawlen. En dan hadden ze 2 auto's en dat was wel cool. En op een gegeven moment begint dan die achtervolging en die duurt dan de hele show. En dan zie je soms ook beelden tijdens de matches, tijdens de andere matches. Of dan belt Piper Vince op de telefoon en hoor je hem praten en hoor je sirenes op de achtergrond. Ik vind dat wel grappig. Ik vind het leuk verzonnen. En iets wat zeg maar de undercard wel even net wat specialer, unieker maakt. Goed, dan krijgen we Steve Austin tegen Savio Vega. Het is de eerste keer dat we beide zien weer. Vega die de komende jaren vooral belangrijk gaat zijn qua stables, qua gang wars. Dat wordt zeg maar een beetje zijn ding. Ja, en Austin was in deze periode zo vet. Als heel wordt hij door sommigen, inclusief door mij, beter gevonden dan als face. Ik vind dit zijn beste periode, zo jaar 96, 97, tot zijn face turn. Ook al was hij misschien wel de grootste face ooit, dus misschien wel de biggest superstar of all time, maar toch, zeg maar, zijn heel periode is toch altijd zo bijzonder. Sowieso in deze periode de beste heel die er was. Super intimiderend. Maar ja, ik vond deze match ook echt oprecht een goede match. Het ging lekker, een leuke actie erin. Twee characters die compleet anders zijn, maar die toch zeg maar, een goede match hierin zetten. Een hele intense match ook. Zat veel energie in. Ik vond alleen het einde dan weer waardeloos. Het was een beetje meh. Savio die raakte de ref per ongeluk. En Austin raakte daardoor Savio met de Million Dollar Championship, omdat de ref knocked out was. En toen kon Austin Savio in de Million Dollar Dream locken en sloeg hem daarmee. Ja, het einde was een beetje meh, maar het was wel een leuke match. Ik denk dat het echt een goede match had geweest als er een beter einde aan vast had gezeten.
Maar het was gewoon een entertaining, absoluut. Dan krijgen we Triple H tegen Ultimate Warrior. Ja, dit is Triple H's eerste WrestleMania match. En dit is Warrior's return match in 96. Want ja, Ultimate Warrior die had een laatste run in 96. Een waardeloze run overigens. Uiteindelijk ging hij nog tegen Goldust voor de Intercontinental Championship. En tegen Jerry Lawler op King of the Ring. Belachelijk slechte matches. Ja, deze match, Triple H heeft zelf ook gezegd dat die Warrior een van de meest onprofessionele wrestlers is geweest waarmee hij heeft gewerkt. Ja, Warrior die heeft zoiets van, hallo, ik ben fucking Warrior, ik ga niet voor jou cellen, groentje. Mijn ego is veel belangrijker dan dat. Ja, en ik vind het altijd opvallend dat Triple H altijd degene is die wordt becommentariseerd op het buryen van talent en zo, maar hier wordt Triple H van fucking hard geburied te Warrior. Onprofessioneel zou ik zeggen. Ik vond het vroeger altijd leuk om te zien. Het is wel een vrij unieke match. Het is ook een moment die je niet snel vergeet. Het is een vrij beroemde squash match. Ik weet niet. Ja, het is aan de ene kant wel entertaining, maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje belachelijk. Ja, ik zit hier een beetje. Het is een beetje een tweestrijd voor mij. Want ik vind het wel op zich, als je gewoon niet te serieus over nadenkt, dan is het wel grappig. Maar als je echt kijkt naar wat er echt is gebeurd, dan vind ik het vrij belachelijk. Dus ja, het. I don't know. Dit is gewoon het bewijs dat Ultimate Warrior terugbrengen in 96 geen goed idee was. Ik heb het al een paar keer gezegd. Vince McMahon heeft vaak aan begin jaren 90 en ook een beetje halverwege jaren 90 nogal het probleem dat hij een beetje out of touch is met het publiek. En Warrior is daar een groot voorbeeld van. Het publiek die vroeg niet meer om zo'n character. Die wouden serieuze characters zoals Bret Hart, Shawn Michaels, Steve Austin. En niet meer van die corny characters en zo. Dus out of touch. En ik vind het een vrij belachelijke match, zoals ik zei. Toen backstage na de match zag je Mark Merrow. Die werd opgeroepen voor de WWF om lid te zijn van Roster. Het is de eerste keer dat je hem ziet. Hij wordt geïntroduceerd als nieuwe superstar. En Triple H die valt hem aan, omdat hij net heeft verloren natuurlijk. Dus heb je gelijk een opzet voor Triple H tegen Mark Merrow. Een hele interessante feud voor Mark Merrow gelijk. Ook omdat zijn vrouw op dat moment Sable was, die toen de manager was van Triple H. Dus die gaan ook uiteindelijk bij elkaar aansluiten. Dus een leuke opzet daarvoor. Dan krijgen we Diesel tegen Undertaker. In de opbouw hierna waren super vette mindgames van Undertaker. Bijvoorbeeld Undertaker die Diesel onder de ring trekt in een steel cage match tegen Bret Hart op In Your House in februari. Of Diesel die zichzelf in een casket ziet, dat vond ik echt geniaal. Ja, dus het verhaal van de match was een beetje dat Diesel niet helemaal onder de indruk was van die mind games. Sowieso niet echt onder de indruk van Undertaker. En ik vond dat wel een interessante match, een interessante opzet. Overigens Diesels laatste WrestleMania match. Het is absoluut niet saai of zo, maar het is wel een hele een langzame match. Maar het komt ook wel tot ontplooiing. Het vertelt een verhaal. Je hebt Diesel die dus niet onder indruk van Taker is. En het komt weer terug op ja, dat Diesel niet onder indruk was van zijn mindgames. En het wordt hem dan fataal. Hij raakt te cocky en Undertaker kan een comeback maken. Pint Diesel, terwijl Diesel makkelijk Undertaker had kunnen verslaan. Het is een vrij krachtig bericht wat deze match geeft. Ik zou het niet per se een goede match noemen, maar ik vind het een interessante, vrij leuke match. Dan krijgen we de finale, om het zo maar te zeggen. Het einde van de Goldust tegen Piper Brawl. Dus ja, dat was dus de running angle van de show. Piper was Goldust aan het achtervolgen. Had je met helikopter, had je dus beelden daarvan. Met politie erachteraan en dergelijke. Nou, ze kwamen uiteindelijk terug naar de arena. Ze gingen de ring in. En hier ging ze dan weer verder brawlen. En ik vind het altijd wel entertaining. Je hebt Piper die moe werd van Goldust. Die steeds maar op het been ging van Piper. En Piper die hem daarna gewoon sloopt. En dan is zeg maar de big reveal. Of het einde van de match. Is dan dat Piper gewoon Goldust stript. En je ziet dan zijn vulgaire onderkleding. En dat is wel grappig. Dus Piper tussen aanhalingstekens wint de brawl. Maar het is een entertaining deel van de show. Het is geen match, het is gewoon entertaining. Entertaining onderdeel van de undercard hier. Goed, dat was de undercard. Ik ga nu naar de Iron Man match.
Een ontzettend beroemde match. Shawn Michaels wint hier zijn eerste world title van Bret Hart. In een 60-minute Ironman match. Vorig jaar was Shawn Michaels dus niet succesvol tegen Diesel. Ook al won hij toen de Rumble. Dit jaar won hij weer de Rumble. En hij gaat nu tegen Bret Hart. En het was duidelijk. Bret Hart en Shawn Michaels waren de twee beste op het roster op dat moment. En WWE of WWF had zoiets van, kijk mensen, dit zijn de twee gasten waar we onze company op willen bouwen. En you can bet your ass. Als ze niet geblesseerd raakten of naar WCW gingen, dan weet ik zeker dat ze nog steeds grote sterren zouden zijn in de Attitude Era. Daar kun je echt je ass op betten gewoon. En Bret vs. Shawn vind ik altijd een hele interessante feud. Het is absoluut een van de beste rivalries ooit. Ik zou zeggen, niet qua creative, niet vanaf een creative standpunt, maar meer dat ze echt real life heat hadden. En Screwjob is natuurlijk daar een gigantisch voorbeeld van, om wat meer brandstof te geven aan dat vuur tussen die twee. En deze Ironman match is dus 60 minuten. En er is geen één val geraakt binnen 60 minuten. Niemand heeft de ander gepind of gesubmit. Count-out, disqualification. Er is niks gebeurd. En dat is toch heel opvallend. Want ja, Brad en Shawn zijn de enigen op de roster die dat kunnen doen. En zijn de enigen die zo'n match neer kunnen zetten op dat punt gewoon. Shawn Michaels had die legendarische entrance. Dat hij vanuit de steigers met zo'n kabelbaan naar beneden gaat. Ja, gewoon Mr. WrestleMania in persoon daar. En die beelden zie je zo vaak terugkomen. Goed, de match zelf. Het is een match van een uur. Dus in principe moet je niet van uitgaan, als je die match gaat kijken, dat het snel gaat. Zo moet je de match niet ingaan. Want dan gaat het tegenvallen, weet ik zeker. Je moet kijken naar wat die twee voor geweldige wrestlers zijn. En gewoon laat ze hun meesterwerk neerzetten daar. En dat doen ze ook. Ze hebben die hele match hebben ze zo ingericht. Dat uiteindelijk de laatste 5 minuten zo ontzettend goed zijn. En zo ontzettend nagelbijtend spannend. Ze hebben bijvoorbeeld de eerste 10 minuten hebben ze geen punch geraakt. Ze hebben alleen maar gemat wrestled. En dan na 10 minuten worden dan de eerste punches geraakt. En dan weer 10 minuten gewoon wrestling. En dan weer een spot na 20 minuten. En dan 5 minuten later wordt dan de timekeeper wordt gesuperkicked bijvoorbeeld. En zo zit die hele match, wordt zeg maar een beetje ingedeeld in 10 of 5 minuten. En na iedere 10 minuten of 5 minuten is er dan een spot of een grotere move. En het wordt dan steeds groter en steeds belangrijker. En op een gegeven moment dan in de laatste 20 minuten is het gewoon één grote comeback story voor Shawn Michaels. Want Bret Hart die zit nu continu op zijn rug te werken. En Shawn Michaels die probeert maar terug te komen. En dan lukt dat hem ook in de laatste paar minuten. En dat is zo briljant gedaan. Ik weet zeker dat niemand dat op dat moment had kunnen doen. Misschien kan niemand het nu. Dat je gewoon een hele match naar een comeback toewerkt. Van 60 minuten. Dat is zo ontzettend moeilijk. Ik kan me niet voorstellen dat iemand anders dat ook kan doen. En dan uiteindelijk Shawn Michaels die dan lijkt te gaan winnen. Maar hij gaat niet voor die superkick. En dan Bret Hart, sharpshooter. En dan telt de tijd af vanaf 30 seconden naar 20, naar 10, naar 0. Match is klaar. Bret Hart wint met een draw en wil weglopen. Maar nee, Gorilla Monsoon, de nieuwe president van WWF, die zegt, de match wordt gerestart. We gaan net zo lang door totdat er een beslissing is. There will be a winner. Shawn Michaels is dus helemaal kapot. Ja, Bret die heeft hem continu op zijn rug gewerkt. Die sharpshooter aan het einde zag er vrij bruut uit ook. En Shawn Michaels die dan toch terugkomt met één zwakke switch in music. En dan kunnen Shawn Michaels en Bret Hart op hetzelfde moment overeind komen. Prachtig. En dan Shawn Michaels die dan toch die even voluit switch in music haalt. Fantastisch. Pint hem. Is de New World Champion. The boy your dream has come true voor Shawn Michaels. Dat hoor je heel vaak in van die video packages van WrestleMania. Of van Shawn Michaels. Of grote WWF momenten. Shawn Michaels die daar eindelijk Bret Hart verslaat en World Champion is. Geniale match. Het zit zo goed in elkaar.
Het test je geduld absoluut niet. Natuurlijk zijn er momenten waar je denkt, ja, oké, nu zou ik het leuk vinden als het sneller gaat. Maar het komt uiteindelijk allemaal weer op zijn plaats aan het einde van de match, waar ze echt die comeback echt ontzettend vurig is en vol energie. En dan denk je, ja, als ze dit aan het begin van de match hadden gedaan, dan was het einde een stuk minder geweest. Want juist doordat ze geen enkele pinfalls hebben gehad de hele match, is die laatste, de eerste en de laatste, is dan zo belangrijk. En dat is gewoon briljant. Ik vind het een geniale match. Zeker, ja, ik ben vrij zeker top 10 matches van WrestleMania ooit. Ik zou het niet de beste noemen. Shawn Michaels heeft betere matches gehad. En Bret Hart heeft ook betere matches gehad. Maar het is een fantastische match, absoluut. Ja, wat ik ook interessant vind aan het einde van de match, dat Shawn Michaels die wint dus de title. En dan zie je hem tegen de referee zeggen van tell him to get the hell out of my ring. Zo van tegen Bret Hart van, ja, Shawn Michaels, dat was nu zijn spotlight, maar Bret Hart die bleef in de ring liggen. Shawn Michaels wou hem gewoon weg hebben. En je zag ze naar elkaar kijken van, oké, gaan we handshaken of niet? Maar nee, ze gingen geen handshake doen. Bret Hart ging gewoon weg, pissed as fuck. En dat vond ik wel leuk, echt van die real life heat die je dan terugziet. En dan was ook echt de indruk opgewekt toen dat Shawn Michaels en Bret Hart elkaar echt haten op dat moment. En Bret Hart is van, ja, nou cool, fijn, fijn dat ze dat denken. En dat werkt alleen maar, dan kunnen we meer geld verdienen. Ja, dus dat was deze match. Ik vond de hele show super leuk. Allemaal leuke matches. Ik heb mijn twijfels over die squash match tussen Triple H en Ultimate Warrior. Dat is toch een beetje tweezijdig zwaard. Maar de Ironman match is fantastisch en dat neemt toch een grote portie van de show in. En verder, die Goldust Piper Back, Hollywood Backlot Brawl is cool. Diesel versus Taker vertelt zijn verhaal. Austin tegen Vega vond ik leuk. Ik vond de opener leuk. Ik heb hier gewoon echt met plezier naar zitten kijken. Dus ik geef deze show een 7,5.